zit dat de vraag, waarom deukt een pakje drinken in als je hard aan het rietje zuigt? Goed, professor Amito, wat gaan we vandaag doen? Nou, vandaag gaan wij een limonadesiroop blik, dat gaan we laten imploderen. Dus het omgekeerde van exploderen. Oh, dat klinkt allemaal heel spannend. Can we try this at home? Nou, ik zou het eigenlijk tricky. Niet doen. Het is best gevaarlijk. Don't try this at home. Want waarom? Leg even uit wat we allemaal nodig hebben. Nou, wat hebben we allemaal nodig? Een leeg limonadesiroopblik met een dop, een schroefdop. Yeah. Een bak met ijskoud water. Ah, koud, ja. En een klein beetje water dat we voor de proef moeten gebruiken. En een kookplaatje. En dat kookplaatje is warm. Ja, en heel belangrijk ook een overwand, want... Mm-hmm. Ik wil natuurlijk niet dat Jetske haar hand gaat branden. Nee, oké. Okay. Nou Jetske, je neemt het blik, het siroopblik. En daar doe je een bodempje water in, ongeveer 1 centimeter. Okay. Ja, gewoon normaal water, dus niet het ijskoude water. Prima, prima. Zo. Niet te veel. Ja. Oké, okay, dan zet je het blik op het kookplaatje. Zo. Kookplaatje heb ik al aangezet, staat op 3. En nu gaan we dit water, het laagje water wat hierin zit, dat gaan we aan de kook brengen. Aha. Hij kookt, hij kookt, hij kookt. Ja, je ziet het stoom eruit komen. Oké, okay, Jetske, dan mag jij even aan deze kant gaan staan. Oké, okay, waarom? Wordt weer gevaarlijk. Even afstand houden. Oké, okay, nou, je gebruikt je overhand voor je linkerhand. Ja. Daarmee kun je zo het blik goed vasthouden. Ja. En dan je rechterhand gebruik je om de dop erop te draaien. Zorg dat je jezelf niet brandt, kom niet in het stoom. Ja, heel goed de dop erop draaien. Als die helemaal vast zit, dan mag je het blik in dat ijskoude water leggen. Oké. Okay. Ja. Ja, en kijken wat er gebeurt. En dit water koelt het blik af. He, dus we gebruiken het om af te koelen. Gebeurt er iets engs? Nou, ik ga maar een beetje naar achteren staan. Want, Zal ik hem even... Oh! Oh! Wow. Zo! Knetters! Had je niet gedacht, hè? Ik schrik me. Kunt u dit verklaren? Ja, doordat het water kookt... gaat het water over in stoom, waterdamp. En dat neemt heel veel ruimte in. En het vult het hele blik en drukt daardoor de lucht eruit. Toen deed jij snel die dop erop. Ja. Ja. En je gooide hem in die bak. Nou, wat er in die bak gebeurt, ijswater, is dat het blik heel snel afkoelt. En niet alleen het blik, maar ook de waterdamp die erin zit. Die gaat weer condenseren. Dat gaat weer condenseren, wordt weer vloeibaar. Ja. En water, vloeibaar water, neemt veel minder ruimte in dan die stoom. Ai. En dan ontstaat er als het ware een vacuüm in dat blik. He, want de dop zit erop, dus de lucht kan er niet meer in. He, dus je krijgt dan een ontzettende onderdruk in dat blik. En de luchtdruk van buiten die zorgt dat die implodeert. Met een enorme knal. En bij het pakje werkt het natuurlijk dan zo, als ik het goed heb begrepen. Doordat ik zuig, zuig ik de vloeistof eruit en er kan tegelijkertijd geen lucht bij komen. Dus geldt dan ook dat de buitendruk zeg maar, ervoor zorgt dat het pakje ingedrukt wordt? Ja. Hey Amito, als ik nou een vol blik erop zet, hè, zal het dan ook imploderen? Nee, niet doen! Niet doen! Godverdomme! Oh, sorry. Hebben we een handdoek?